krijgt gratis deze ruimte tussen het oude en het nieuwe gebouw. En dat is eigenlijk een soort theater voor het leren. Mensen komen elkaar tegen. Je loopt per ongeluk door verschillende afdelingen als student, waardoor je op een spontane manier heel veel gaat leren van elkaar. En zo ontstaat innovatie. Toen we 10 jaar geleden begonnen aan deze opgave, toen was dit eigenlijk nog een parkeerplaats voor 2 bestaande gebouwen, het Monumentale Koonstamhuis en het Theo Thijshuis. En het ontwerp wat we hebben gemaakt reageert eigenlijk ook op die 2 gebouwen. Door middel van 2 volumes, een hoog volume aan de Wieboudstraat en een laag volume aan de Mauritskade. En daartussen ontstond een heel groot atrium wat eigenlijk direct een relatie had met het Theo Thijshuis. En dat atrium noemen we eigenlijk ook de showcase voor techniek. Omdat dat eigenlijk de plek is waar je binnenkomt en je direct ziet hoe studenten werken op verschillende afdelingen. En op die manier eigenlijk een heel bruisend hart als toevoeging aan deze Amstel Campus is. Stedenbouwkundig heeft Jacob en Mulderhuis eigenlijk 2 functies. De eerste is de poortwerking realiseren in de Wieboudstraat. De Wieboudas is een nieuw gegeven wat hierdoor kan worden bereikt. Het tweede element is de verankering van dit huis in zijn omgeving. Vooral ook langs de Singelgracht. De plek die aangegeven is, is van een bijna magistrale belang. Hoeksteen van de Amsterdamse stad en die was gelukkig door de gemeente ook als een hoog accent aangegeven. Domeintechniek vroeg om een gebouw wat enerzijds een symbool van technologie is en aan de andere kant heel erg goed past in de historische omgeving van het Amsterdamse centrum. We hebben dat gedaan door een natuurstenen gevel te maken die aan de ene kant heel mooi aansluit bij de historische bebouwing, maar tegelijkertijd een hele moderne uitstraling heeft. Door de aluminium dakkanten, de afgeschuinde vlakken waardoor het daglicht heel diep naar binnen komt. Maar ook door die gradient die eigenlijk gebaseerd is op een soort slangenhuid die in de gevel te zien is. Te vaak worden gebouwen gemaakt die na 2 decennia eigenlijk alweer achterhaald zijn en waar je weer te weinig mee kan. Dus je moet proberen om de wensen van vandaag zo te interpreteren dat de wensen van morgen en overmorgen daar ook nog weer in kunnen worden meegenomen. Flexibiliteit was eigenlijk een heel groot aandachtspunt tijdens het ontwerp van het gebouw. De 2 gebouwvolumes kunnen los van elkaar functioneren, hebben hun eigen installaties. Een gevel is demontabel, dus je kunt je voorstellen dat eigenlijk alleen het betonnen casco van de 2 volumes kan 100 jaar blijven bestaan. En alle andere onderdelen daarin zijn aanpasbaar. Nou, tot ongeveer deze lijn kun je alles eraf choppen. En dan hou je alleen nog een betonnen blok over, zeg maar, hier en die hoogbouw. En daar kun je van alles mee doen. Daar kun je woningen in maken, daar kun je kantoren van maken, een hotel. Dan kun je hier een binnentuin maken. Allemaal mogelijk. Over 100 jaar.